Hier even een wat beelden hoe je thuis kan oefenen met het gebruik van de joystick, de bezemsteel en de grootzeilschoot, een stuk touw. Eerst even dat oefenen van de joystick. Ik heb zo de joystick vast of ik heb hem zo vast. Hier pakken we de joystick van onder vast. Ja. Dat is de ondergreep. Zo heb je hem als je gewoon zo wil sturen. Maar als je je zeil aan wil halen, is dat wat lastiger om elke keer over je been heen te halen. Dan kan je hem beter in de bovengreep hebben. Hoe ga je nou van de ondergreep in de bovengreep? Daar heb je verschillende manieren voor. Dit is de makkelijkste. Als er weinig kracht op staat, dan doe je net alsof je een beetje piano speelt over die stok heen. Ja, van de bovengreep in de ondergreep. De bovengreep in de ondergreep. Maar als er veel kracht op het roer staat, als er harde windvlagen zijn of je hebt iets te veel zeil op, dan vliegt die uit je handen als je dat zo doet. Ja, dan moet je support geven met de andere hand. Dus ik heb hem nu in ondergreep. De hand waar ik mijn grootschoot mee vast heb, pak ik hem even over om die kracht op te vangen. Ja, nu kan ik mijn hand, kan ik een pistooltje van maken. Die zet ik er zo tegen aan. Zo tegen de stok. Dus vanaf de buik er tegen aan. Vingers eromheen. En dan heb ik hem weer in de bovengreep. Ja. Als ik weer terug wil naar de ondergreep, eerst hier naartoe, dan support geven en dan heb ik hem tegelijk weer in de ondergreep. Ik laat het nog twee keer zien zonder praten. Het maakt trouwens niet uit hoe je precies gaat zitten. Als je er maar voor zorgt dat dit, ja, die bezem, naar het scharnier gaat waar die op de helmstok zit, dan heb je de positie van de boot behoorlijk nagebootst. Ja? Ik laat het dus nog een keer een paar keer zien, even, ook weer zonder stem erbij. Oké. Als je dit thuis oefent, ja, dan kun je het op een gegeven moment met je ogen dicht doen. Huppakee, weg. Ja, en weer terug. Moet je ook zo goed, in het begin moet je kijken ernaar, maar zo kort mogelijk, want naar een roer kijken, dat is net als vloeken in de kerk. Ja, je ziet helemaal niks aan het roer. Het is net als met een auto en met een fiets. Dan zie je ook niks aan het stuur, maar je ziet daar waar je naartoe gaat. Of je naar links gaat, naar rechts gaat, whatever. Ja. Oké, dan nog even het, we kunnen je ook oefenen thuis met het touw erbij. Ja. Als je hem aan wil halen, ik leg hem even op de grond neer, er staat geen spanning op. Ik trek hem aan, ik pak hem vast. Ja. Ga ik weer verder pakken. Als ik hem hier overpak, kan ik hem daar loslaten, kan ik hem aantrekken. Ja. Naar beneden, ja, loslaten, aantrekken. Naar beneden, hup, vast. En zo trek ik mijn grootschoot aan. Ja. Als ik hem weer los wil laten, dan pak ik hem, kijk die andere pakken, hou ik hem hier geblokkeerd. Ja. Dan ga ik met deze hand ver naar boven toe, ja, en dan laat ik hem bij de joystick weer los. Hup, kan ik hem vieren. Ver weg en vieren. Ver weg en vieren. En daarmee voorkom je dat je hem door je handen moet laten glippen, wat brandwonden kan opleveren. Ja? Dus aanhalen, aanhalen, hup, overpakken en het loslaten, ja? Hier overnemen, ja, boven, kan je hem daar loslaten, je kan hem laten gaan. Hup. Dus kan je gewoon met een los stukje touw, dun of dik, maakt niet uit, kan je dat even doen. Ja? Okay. Tot slot nog even de manier waarmee je hem nog sneller aan kan halen. Dan ga ik hem niet elke keer hier pakken beneden. Dan heb ik steeds dit stukje maar. Ik kan ook, kan ik hem, als ik hem hier gepakt heb, optrekken, ja, naar hem toe trekken. Dan kan ik met deze naar beneden gaan. Ja, kan ik daar ook nog trekken, ja, en weer trekken, ja, en weer trekken, ja, trekken. En steeds ga je met twee handen kan je dan hard trekken. Ja, het lijkt een beetje, ik heb maar één kort lijntje nou, maar met twee handen kan je dan
veel sneller aanhalen. Als je een scherpe bocht wil maken en je zeilstand moet ook snel aangepast worden, dan red je het wel met deze methode en niet met alleen maar kleine stukjes doen. Ja? Nou, je kan nog veel meer doen. Je kan aan dat touw, kan je aan de verwarming binden met een stuk elastiek. Dat zullen we nog even laten zien. Dus we gaan er nu even tussenuit om dat vast te binden. We geven alle cursisten zo'n stuk touw en zo'n stuk elastiek mee aan elkaar geknoopt. En daar kan je allemaal leuke dingen mee oefenen. Maar ook deze oefening, want nu staat er wat meer spanning op. Ja? Dus als ik hem hier niet goed vast heb, ja, dan glipt het uit mijn handen, gaat het weg. Dus met elastiek bereik je wat de wind met het zeil doet, dat er wat spanning op staat. Hij komt alleen niet van onderaf, maar ja, goed, dan kan je nog dit doen. Ja? Je hebt hem vast en dan moet je hem daar weer pakken. Hè? Maar je kan ook met twee handen kan je hem pakken. Ja? Dan het loslaten, als de spanning op staat, wordt het veel echter. Want je moet hem eerst hier de spanning overnemen. Ja? Dan laat je hem weer gaan tot je hem daar hebt. Hup, weg, overnemen. En dus met een elastiek. En bind het niet aan de antieke klok van je oma. Want als je hem dan van de muur rukt, dan krijg ik dadelijk misschien een schadeclaim. Maar bind hem aan de verwarming, buis of aan iets anders wat vast is. Ja? Dus hier kan je dus met spanning kan je het wat echter nabootsen. Ja?